Goedemorgen. Kijk naar de weersverwachting van Weerplaatsen.nl. Op de satellietfoto zien we veel wolken in het midden, noorden en oosten van het land. Maar Brabant en Zeeland, daar schijnt de zon al. En dat zorgt voor vrij weer in die twee provincies. Daar blijft het droog en daar is het de hele dag eigenlijk mooi weer. In de noordelijke helft zijn er dus meer wolken, valt eerst nog een bui en breekt geleidelijk pas de zon door. Vanmiddag verwacht ik wel dat overal de zon enige tijd schijnt. En dan wordt het 16 graden in het noordoosten tot 18 graden in het zonnige Zeeland. Vanavond overal droog weer, Nou, misschien nog een laatste buitje op een enkele plek, maar verder rustig weer, ook windkracht 2 à 3. En dan gaan we naar het weer van morgen en dat ziet er eigenlijk best goed uit. Flinke zonnige periode, ook wel wat wolken, dat zijn hoge sluierwolken en een paar stapelwolken, maar die wolken groeien eigenlijk nergens uit tot een bui. Het wordt 19 of 20 graden dankzij de zwakke tot matige zuidelijke wind. En ook vrijdag en het weekend zien er prima uit. Je zou het bijna weer kunnen noemen, had het misschien iets warmer moeten zijn. 18 tot 20 graden zijn echter ook heerlijke waarden. Blijft waarschijnlijk droog. Het staat weinig wind en elke dag schijnt de zon. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.